Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeeuwse Kost. Vandaag koken we lekker, simpel en snel. We gaan aan de slag met een heerlijke spaghetti. Rooster de paprika's 15 minuten in de oven op 220 graden. Snijd de tomaat en verwijder de zaadjes. Snijd de tomaat vervolgens in kleine blokjes. Snipper de ui. Hak de rode peper en de knoflook fijn. Zet een pannetje op met water en zout en kook hier vervolgens de spaghetti in. Haal de paprika's uit de oven en laat ze rusten in een afgedekte kom. Zo kunnen we het vel er zometeen makkelijker afhalen. In deze spaghetti maak ik ook gebruik van de ui. Om nou meer te weten te komen over het verwerkingsproces van de ui, ben ik langs geweest bij Wiskerke Onions in Kruiningen. De vader van mijn opa is een klein handelsbedrijf begonnen in aardappelen, uien en wortelen. Over de loop van jaren zijn we uitgegroeid tot specialist op het gebied van uien. Wij hebben hier de perfecte weersomstandigheden om uien te telen. In combinatie met zeer vruchtbare gronden die wij hebben, kunnen wij een hoogwaardig kwalitatief product uien op de markt zetten. En deze is ook nog eens lang houdbaar. De ui is enorm gezond. Het is echt een superfood. Nou wordt het natuurlijk vandaag de dag heel vaak geroepen. Maar een ui is al sinds jaar en dag aanwezig in vele gerechten, in vele culturen. Het is echt een basisvoedsel. Een ui is vetarm, bevat veel vitamines, veel antioxidanten en is echt dus een basisvoeding die niet alleen lekker is, maar ook enorm gezond. Giet de spaghetti af en laat het even uitlekken. Verwijder het vel van de paprika en snijd de paprika vervolgens in kleine blokjes. Doe wat olie in een pan en fruit de ui, knoflook en rode peper. Voeg vervolgens de tomaat en de paprika er aan toe. Breng het op smaak met wat peper en zout en laat het 10 minuutjes zachtjes inkoken. Snij als laatste een bosuitje. Die gebruiken we straks samen met de Hollandse garnalen als garnering. Zoals je hebt gezien, kan lekker koken ook simpel en snel. Ging het alsnog iets te vlug, kan je alle recepten en afleveringen terugkijken op www.zeeuwsekost.nl. Eet smakelijk!